Nog even één dingetje over dat China gebeuren. TikTok. Hè, dat wordt nu in steeds meer telefoons van ambtenaren. Ja, ja, je weet dat dat één. Zodra zie je geen 's avonds klaar is met werken. Dan hebben ze heeft een heel groot apparaat. En dan luistert hij. Ik weet niet hoeveel TikTok-gebruikers er nu zijn. Dat loopt in de miljarden wereldwijd. En daar hebben ze een heel systeem voor ontworpen. Dat overal waar ook zijn naam valt. Of iets wat belangrijk zou kunnen zijn. Dan gaat hij dat afluisteren. Vaak gaat hij veel te laat naar bed, omdat hij tot diep in de nacht luistert hij naar TikTok. Hè? Hij vindt dat natuurlijk ook wel hartstikke leuk, dat een Chinese medium plotseling, niet waar al die Amerikaanse media voor de voeten loopt. Het gekke is dat we het nooit erg vinden als we door FaceTime worden afgeluisterd, maar wel door TikTok. Joh, ik geloof er niks van. Dat mij niet erg van pure paranoia. TikTok is een kindermedium. Maar ook steeds meer ouderen zitten daarop. Oh ja? Ja. Zouden ook al die ouderen op al die rare rommel, we hebben het vaak genoeg gehad over FaceTime en ik weet al niet wat. Hou er toch mee op, dames en heren. Kijk naar een goede film, lees een boek. Ga naar een podcast over reëel bestaande misdaad luisteren. Wat kan mij het schelen? Maar is dit niet te naïef? Is het niet heel slim als we, als stel dat wij Chinezen zijn, denk ik zo, hoe kunnen we nou die dingetjes in het Westen allemaal afluisteren? Weet je wat, we maken een app. En zorgen dat die heel populair worden. En dan kunnen we allemaal informatie zo binnenfilteren. Ja, je weet veel op die manier hoor. Hoeveel mensen in West-Europa niet naar de wintersport gaan bijvoorbeeld. Dat zie je allemaal in TikTok. En ineens verhuist een deel van West-Europa verhuist ineens naar Oostenrijk en de Franse Alpen. Dat is dan ontzettend nuttige kennis. Als ze ons ooit willen aanvallen met ballistische projectielen, dan toch wel in de wintersporttijd. Joh, kom op. Allemaal flauwekul, waar hebben we dat eerder gehoord? Dit soort van onzin. Hè? Dat we ondermijnd werden door de communisten. Denk aan de FBI in de Verenigde Staten. Denk aan hier aan de BVD. 40, 50 jaar later blijkt het altijd een daad van krankzinnigheid te zijn geweest. Ik geloof er niets van. De overheid in Nederland. Nou, zelfs als ze iets afluisteren, so what? Kunnen ze misschien iets van leren? De overheid gaat het ook verbieden hier in Nederland. Hè? Ze hebben het nu nog ten strengste afgeraden. Ik zou het zoveel mogelijk verbieden, omdat de handhaving is onmogelijk. Dus je koopt gewoon een tweede telefoon. Nou ja, dan ga je lekker TikTokken. Maar het gaat om de overheidstoestellen. Hè? En daar wordt het gewoon onklaar gemaakt dat je het er helemaal niet op kunt zetten. Ja, best wel. Maar thuis kun je het best doen. Ja, privé, maar daar heb je dan. Ik zou vooral alles wat je verbiedt, wordt toch. Hè? Denk aan, je had vroeger een lijst van verboden boeken. Dat was de Rooms-Katholieke Kerk die verspreidde die lijst. Dat waren de boeken die je moest lezen. Want daar wist je van dat er iets over seks in stond. En die ging iedereen lezen? Ja, natuurlijk. Okay, en die waren ook verboden toen? Oh, althans in de Rooms-Katholieke wereld waren ze verboden. Ja, ja. Alles wat verboden is, is attractief. Okay. Kan ook een slimme marketingtruc zijn. Laten we het verbieden en dan wordt het juist. Ja, dat zou ik zeker doen. Ik zou zeker dat je gaat in de matrassenproductie en dan zeg je, maar ja, je kunt met, dit zijn zulke geweldige matrassen. Er zijn mensen die daarop slapen en nooit meer wakker geworden zijn. Dat is echt ongelooflijk. Nou ja, ik vind het allemaal. Nee, ik geloof niet dat het luisteren naar TikTok op wat voor manier dan ook, zelfs als het geregistreerd wordt op gigantische megacomputers in China, vis het er eens uit. Denk aan die Amerikaanse afluisterdiensten, joh. Gigantische computers. En wat heeft het ze geholpen bij 9-11? Geen bal. Omdat ze te weinig mensen hadden om het materiaal te verwerken. Ja, want ze zijn er tenslotte, komt 9-11 wel voor in de afluisterprocedures. Maar 14 dagen nadat het gebeurd was. Ja, dat ze natuurlijk gigantische hoeveelheden informatie afluisterden. En wat voor band was dat dan? Waar waren dat die terroristen die daarover spraken? Ja, en precies. Het geruis op het internet. Maar het was op het moment. En toen bleef ik bovendien natuurlijk dat ze veel te weinig mensen hadden die uit het Arabisch konden vertalen. Hadden massa's mensen die uit het Russisch konden vertalen. Vanwege de Koude Oorlog hadden ze natuurlijk duizenden mensen opgeleid die uit het Russisch konden vertalen. Maar nog niet die uit het Arabisch konden vertalen. Het is natuurlijk wel 2001. Je begrijpt ook wel hoe groot het gebouw moet zijn in China, waar al die mensen in zitten die alleen maar de Nederlandse TikTok zitten te vertalen. Hè? Hmm.
Maar het lijkt erop dat het in de Verenigde Staten straks verboden wordt. Ook voor de consumenten. Ja, ik weet niet of wij ook in dit opzicht voortdurend de Verenigde Staten moeten volgen. Als ze het in de Verenigde Staten verbieden, zul je zien dat in no time, als nou iets heeft laten zien dat ze inventief zijn, dan is het toch wel, laten we zeggen, de prutsers op het internet. De gamers en die hele club eigenlijk. De hackers. Je hebt ook positieve hackers, negatieve hackers. Kom maar op. We hebben dit monster gecreëerd en dat krijgen we niet meer terug in de fles. Het monster van sociale media bedoel je? Ja, nee, sowieso het internetmonster. Oké. Nou, zoals zoveel monsters. Het is vooral een hartstikke leuk monster om te zien. Strepen en zo. En kan brullen, kan van alles en nog wat.